Welkom bij Aardig in de Buurt Nieuws. Vandaag gaan we de buurten die geschreven en in ons kijken of Neu en Domplein bekijken. Onze verslaggever Naila gaat ons iets vertellen over de zeebuurt. Naila staat nu in de Tigerschreef. Naila gaat ons iets vertellen over de WOZ-waarde, de woningen en iets over de scholen in de buurt. Naar jou, Naila. Dit is de Tigerschreef. Er zijn 1919 woningen in deze streek. De WOZ-waarde van elke woning is 130.000 euro. De dichtbijzijnde basisschool is 0,4 kilometer hier vandaan. De dichtbijzijnde voorgezet onderwijs is 2,5 kilometer hier vandaan. Je hebt hier ook een VMBO-school, een HVV en een HVVBO-school. De dichtbijzijnde VMBO-school is hier 2,6 kilometer vandaan. En de dichtbijzijnde HVVBO-school is hier 3,8 kilometer vandaan. Interessant! Hoe zit dat bij die andere buurt? Ik ben nu vlakbij de Domkerk. Er zijn hier 1087 woningen. De WOZ woningwaarde is hier 317.000 euro. Er is... De dichtbijzijnde basisschool is hier 0,3 kilometer vandaan. Het dichtbijzijnde voortgezet onderwijs is hier een halve kilometer vandaan. Er is hier ook een VMBO-school en een HVVBO-school. De dichtbijzijnde VMBO-school is hier ook een halve kilometer vandaan. En de dichtbijzijnde HVVBO-school is hier ook een halve kilometer vandaan. Hier in de Tigerschreef is niet veel nieuwbouw en zijn veel rijtjeshuizen en flats. 11% is een westers allochtoon en 22% is een niet-westers allochtoon. 9% komt uit Marokko en 1% komt uit de Nederlandse Antillen. Uit Suriname komt 2% en uit Turkije komt 4%. Zijn 2.155 aantal inwoners. De bevolkingsdichtheid is hier 8.784 inwoners per vierkante kilometer. De aantal vrouwen hiervan zijn 1.085 en de aantal mannen zijn hier 1.065. De aantal mensen hier zijn 16% hiervan zijn westerse allochtonen en 7% zijn niet-westerse allochtonen. Uit Marokko komt 1% en uit de Nederlandse Antillen komt ook 1%. Uit Suriname komt ook 1% en er komen geen mensen uit Turkije. Bedankt, Naila. Nu gaan we het hebben over de AOW, WHO, BW en de bijstandsuitkering. De personen met een bijstandsuitkering zijn in Tigerschreef 510. Dat is 11,09% van het totale inwoneraantal in de Tigerschreef. Bij Neude, Domplein, Janskerkhof zijn dat er 20. Dat is 0,9% van alle inwoners. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn in de Tigerschreef 340. Dat is 7,39% van de inwoners. Bij Neude is dat 500. Dat is 2,32% van alle inwoners. Personen met een WW-uitkering zijn er in de Tigerschreef 120. Dat is 2,61% van alle inwoners. Bij het Neude zijn het er 40.
Dat is 1,85 inwoners. 1,85%. Mensen met een AOW-uitkering zijn er in de Tigrisreef 550. Dat is 11,96%. Bij de Neuden zijn dat er 110. Dat is 5,10% van alle inwoners. Dan even over de auto's. Het aantal persoonauto's per huishouden is in de Tigrisreef 0,6. Bij het Neude, Domplein en Janskerkhof is het cijfer 0,3. Het is maar de helft van de Tigrisreef door de schaarste van de parkeerplekken. En doordat de parkeerplekken ook duur zijn. En door de grote aanwezigheid van openbaar vervoer. Aantal persoonauto's jonger dan 6 jaar is bij de Tigrisreef 185. Dit is van de totale auto's 17,6%. Dan over de aantal personenauto's jonger dan 6 jaar. Bij de Tigrisreef zijn dit er 185. Dit is 17,6% van het aantal personenauto's in deze wijk. Bij het Neude is het 120, oftewel 34,3% van het aantal auto's in deze wijk. Het aantal auto's ouder dan 6 jaar zijn bij het Tigrisreef 1050 en bij het Neude 350. Inkomens. Het aantal inkomensontvangers bij de Tigrisreef is 3000. Het aantal inkomensontvangers bij het Neude is 1900. Ze krijgen 20.300 euro per jaar in het Tigrisreef per inkomensontvanger. En bij het Neude is dat 3.100. 30.100 euro per jaar. Het aantal mensen rond of onder het sociaal minimum is bij het Tigrisreef 22% en bij het Neude 9%. In de Neude wonen vaak mensen die veel geld verdienen. De mensen daar stoppen vaak hun geld in hun huizen. Daardoor zijn de huizen vaak redelijk chic. Ze hebben vaak nieuwe auto's. In de Neude wonen vooral veel autochtonen. Autochtonen komen vaak makkelijker aan een baan dan allochtonen. In het Tigrisreef zijn er vaak veel mensen die weinig geld verdienen. Hun huizen zijn vaak kleiner en ze wonen in flats. Ze hebben vaak kleinere auto's en zijn vaak allochtonen. Allochtonen komen niet vaak aan een baan.